Hallo, mijn naam is Maud en ik heb het boek Haar naam was Sarah gelezen. Waarom ik dit boek zo mooi vond, is omdat er twee verhaallijnen door elkaar heen lopen. Het eerste verhaal gaat over Sarah en speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Sarah wordt opgepakt door de Franse politie en sluit daarbij haar broertje op in de kast. Als ze in een kamp terechtkomt, probeert ze te ontsnappen om haar broertje te bevrijden, want zij heeft de sleutel. En het andere verhaal gaat over een Amerikaanse journalist. Zij woont in Parijs en moet schrijven over de Tweede Wereldoorlog, wat er gebeurde in Parijs. Zo komt zij in verbinding met het verhaal van Sarah. Wat ik zo mooi vond aan dit boek is dat ik echt wou blijven doorlezen als ik bij het stukje van Amerikaanse journalist was. Want dan kwam ik weer op het stukje van Sarah uit. En ik raad jullie allemaal aan om dit boek te lezen en vooral als je van de Tweede Wereldoorlog houdt.